Hallo dames en heren, welkom bij Boating België en Nederland. Vandaag een iets apartere vaarvideo. We zijn nog steeds in 2019, maar we gaan eens zeilen nu. Ik dacht eerst van dit niet op te nemen. Ik had gewoon heel veel zin om te gaan zeilen en ik heb de zeilboot de laatste dagen in orde gebracht. Oké, dus we zijn bijna klaar voor vertrek. Maar wat is ons probleem? Ons probleem hier, dat is, wij zitten met onze spiegel naar van waar de wind komt. Dus dat is een klein beetje ons probleem. Nu, waarom is dit een probleem? Mensen dat een spanker gewoon zijn, of de Flying Arrow, die weten, dat is een boot van 4,80 meter, 4,84 meter ongeveer. Dat ding zonder motor, dat werkt een klein beetje tegen. En ook al roei je eruit, dat ding gaat amper vooruit gaan. Dus het kan een probleem vormen. Dus moeten we even een plannetje maken. Want het probleem is, dus ik vaar met de stormfok. Ik ga meteen uitleggen waarom. Niet met de volledige fok. Dus het probleem is wegraken, want het is hier redelijk ondiep hier langs de kant. Dus ik vermoed een meter of 5 al van de kant hier dat je... Ja, dat je een probleem hebt, dat je al vast zit. En natuurlijk, dan moet je los proberen raken en dat is niet zo evident. Dus dit kan even tricky worden om weg te raken. Jawel, dames en heren, we zijn aan het zeilen. Nu, we zijn er nog niet uit de hoek. Maar we zijn nu een langere afstand aan het varen, want je moet eerst voorbij de pontons. Het probleem is, we hebben een zeer zwakke wind vandaag. En wegens die zwakke wind, ja, dan... Wat gebeurt er? Dan ligt jouw hoek van de 90 graden, dus je hebt die dode hoek. Die dode hoek, dat is grosso modo 90 graden, maar die is eigenlijk ietsjes groter door de zwakke wind. Natuurlijk, ik heb hier geen groot zeil en dat doet ook iets. Je moet het zo bekijken, wat is nu het verschil tussen echt de fok en het groot zeil? Bekijk het groot zeil als een soort van stabilisator. Dus men gaat ervan uit dat het punt waar de mast staat van de boot, dat dat ongeveer het massapunt is van de boot. De center of mass, het centraal massapunt. Nu, wanneer dat je enkel van voor de fok hangt, dan zit dat voor het massapunt. Dus dan ga je enkel op fok zoveel niet zo scherp kunnen gaan aan de wind. Dus dat is een probleem. Natuurlijk compenseert dat wanneer dat er wat meer wind is, ja dan wordt die hoek, die dode hoek, ietsjes kleiner terug, waardoor dat het wel gaat. Dus dat je wel perfect kan varen, maar met weinig wind, met een zeer zwakke wind, zoals nu, dan wordt dat een probleem, want jij kan zo scherp niet. Normaal ging de wind toenemen, maar ik heb er nog niet te veel van gemerkt. Nu, bomen zijn ook een groot probleem. Het probleem met bomen, dat is dat je tot 20 keer de lengte van een 20 keer de hoogte van een bepaalde boom in afstand, kan je daar last hebben van turbulentie. Dus dat is zo wat het probleem. Dus dames en heren, als ik nog een tip even mag geven, zorg ervoor dat je jezelf goed aankleedt. Ik ben erop voorzien, want zolang dat je staat te werken aan de kant voor de boot klaar te maken, in en uit het water te krijgen, dan krijg je het zeer warm. Maar eens je stil zit in de boot natuurlijk, krijg je het redelijk koud. Nu, ik kan dat compenseren omdat ik heel veel bij heb en ik heb nog van alles bij, moest dat niet voldoen. Dus dames en heren, even wil ik iets kwijt. Ik ben meer iemand van het avontuurlijk type en het meer ontdekkingstype. Dus wat ik ga doen, ik ga de oever meteen af proberen varen. Dus nu zijn we in de dode zone hier gekomen. Dat is zo'n binnen de 20 meter van de kant, 20, 30 meter van de oever. We zijn nu aan de noordoostelijke oever. En wat is mijn doel? Mijn doel is om deze even af te varen. Want ik heb al heel hard liggen opkruisen. En dan kunnen jullie ook meegenieten van de mooie sfeerbeelden van hier. We zijn rustig aan het grijpen, langs de kant aan het terugkeren. Je moet hier wel oppassen voor de diepgang natuurlijk, maar we zullen wel zien. Nu, in ieder geval bedankt voor het kijken. Als jullie nog meer van die video's willen, dan laat dat gerust weten in de reacties onder die beschrijving. Want ik doe dit graag, ik zou heel graag. Heel rustig natuurlijk. Nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.